Pascal, de groepsfase van de Conference League, die zijn we vorige week gestart met Dnipro uit. Hoe kijk je terug op die eerste wedstrijd? Nou, het was een stevig tegenstander, zoals verwacht. We waren te gast in Slowakije. Met al het leed wat ze natuurlijk in eigen land ervaren momenteel. Wat ik zeg, een zware wedstrijd. Een fysiek sterke ploeg. We moesten heel veel investeren in die wedstrijd. En met het gewenste resultaat. Want na een uur maakten we de goal. Hebben we nog wat andere mogelijkheden gehad. En hebben we in ieder geval gezorgd voor een goede aftrap in de groepsfase. Ja, die gaan we dan voortzetten donderdagavond. Ja. Dat doen we in eigen huis tegen FC Vaduz. Heb je een idee hoe de verhouding ligt tussen Dnipro en Vaduz? Tegen Dnipro hebben we reeds gespeeld. Vaduz komt morgen op bezoek. Mm-hmm. Heb je daar een idee van? Nou, ze hebben in ieder geval zo ver geschopt dat ze in de groepsfase van de Conference League zitten. Dus dat is al een compliment waard. Zoals bekend spelen ze op het tweede niveau van Zwitserland. Daar doen ze het momenteel niet zo goed. Maar als je kijkt naar de resultaten die ze hebben geboekt in aanloop naar de groepsfase, dan kun je daar alleen maar respect voor opbrengen. De huidige nummer 1 van Turkije hebben ze uitgeschakeld. Van de week de eerste wedstrijd tegen Limassol gelijk gespeeld. Dus volgens mij doen ze het op Europees toneel iets beter dan op het niveau van hun eigen competitie. Dus het zal morgen moeten blijken wat we dan in zijn geheel gaan verwachten. Ja, kan je daar dan toch kan je daar iets mee dat het zo verschillend is? Nou, het is in ieder geval een constatering. Morgen gaan we de weerstand daadwerkelijk ervaren. We hebben ze uiteraard goed geanalyseerd. Het is een ploeg met een drietal interessante spelers ook. Die echt op hun eigen niveau echt wel goede dingen hebben laten zien. Maar ook op Europees niveau goede dingen hebben laten zien. Dus daar zijn we nu in ieder geval voor gewaarschuwd. En zoals gebruikelijk hebben we ons goed voorbereid en zijn we klaar voor ze. Hoe lastig is het dan om je voor te bereiden op zo'n tegenstander? Heb je er beeldmateriaal van? Is dat makkelijk te vinden allemaal online? Jazeker. Uiteraard de Europese wedstrijd die ze hebben gespeeld, die zijn we allemaal nagegaan en hebben we een goed beeld van gekregen. De bevestiging ook gekregen wat jij net schetste toen je Ali Mesut hebt gesproken. Een fysieke ploeg ook, die in ieder geval vanuit strategie de counter ook goed beheerst. Een aantal creatieve spelers voorop hebben lopen die in het meeverdedigen misschien net iets meer laten lopen, maar vervolgens dan wel in de omschakeling hun dreiging kunnen behouden. Ja, kortom wat ik zeg, we hebben ze goed geanalyseerd en we zijn klaar voor ze. Ja, Ali Mesut zei ook, het is een fysieke ploeg en zij leven elk jaar naar dat Europese toernooi toe. Ja. Is dat dan misschien hun sterkste kracht? Nou, misschien is dat iets wat hun over een bepaald punt heen helpt om echt te blijven strijden voor het Europese toneel waar ze dan aan kunnen deelnemen. We zullen het morgen allemaal gaan ervaren en we kijken er in ieder geval naar uit om de volgende wedstrijd in de pool te gaan spelen. Ja, we hadden het er afgelopen zondag al even over. Hakan Effican, die viel toen uit. Toen zei je al, nou, ik heb niet het idee dat het er heel goed uitziet. Mm-hmm. Er zijn een paar dagen overheen gegaan. Wat is nu je constatering? Nou, dat het inderdaad niet goed is. Enkel letsel opgelopen, behoorlijk wat schade. Dus we verwachten dat het wel enige tijd zal duren voordat hij weer fit is. En we gaan hem natuurlijk heel erg missen. Was voor ons een vaste klant in de basis, speelde goed. Groot aandeel in het voorbereiden van de doelpunten die we ook hebben gemaakt. Verdedigend stond hij zijn mannetje, enorm veel bereidheid. Dus we gaan hem missen, maar blessures zijn inherent aan onze sport. En morgen gaat er dan weer een ander voor op. Ja. Heb je nog besloten om dan iemand uit de jeugdopleiding door te schuiven? Ja. Om dat plekje, mag je ook al zeggen wie? Jazeker, Iman Griffith is erbij gekomen. Ja, dus die hebben we afgelopen maandag hebben we die een uur laten spelen tegen PEC Zwolle. Zoals je weet vinden we dat ook heel belangrijk, dat onze talenten gewoon ook de juiste weerstand ervaren in de KKD. Dus die jongens die hebben een uur gespeeld afgelopen maandag, waar Iman er één van is.